In 2004 opende het OT, dankzij vooral Europees geld, nog een nieuw theatergedeelte. Jarenlang werd het gezelschap gewaardeerd. Maar ondanks dat stoppen Rijk en gemeente met de ruim 2 miljoen subsidie. Je wordt boos, je begrijpt er niets van. Ten meer daar we net fantastische producties gemaakt hadden. Veel succes daarbij hadden, goede kritieken. Vind je dat wel een heel onbegrijpelijk moment. Volgens Prins is het belachelijk dat gezelschappen als het OT alleen maar potverteren en geen publiek trekken. Maar het wordt door de plaatselijke en landelijke rechtse partijen wel uitgekraamd, waardoor er een kunstonvriendelijk klimaat is ontstaan, vindt ze. Een poging om van de eigen behuizing een poptheatergebouw te maken ging niet door. En ook het sluiten van allianties met andere gezelschappen mislukte. Volgens Prins haakten ze af doordat de gemeentelijke dienst voor kunst en cultuur hen dwong met andere partners in zee te gaan. Dan wordt het toch moeilijker. Vooral als je denkt, als ik dat doe, dan blijft mijn subsidie behouden om een andere weg te gaan. Mirjam Koen vormde samen met Gerrit Timmer 40 jaar de artistieke leiding van het OT. En zij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente nooit overleg heeft gepleegd over inleveren en samenwerking. Wij hebben het idee, dit is de gemeente en de gemeente heeft ons niet echt, heeft ons erbuiten gehouden, achteraf gezien. En dat nemen we de gemeente kwalijk en dat hebben we ook nooit zo ervaren vroeger. Ik vond Rotterdam was altijd heel open, heel direct. Ook onderling de verbanden tussen de verschillende kunstinstellingen, daar waren we trots op. Maar op dit Rotterdam zijn wij niet meer trots, nee. Nu het OT en ook het gezelschap Bonheur verdwijnt, is de Rotterdamse Schouwburg straks nog de enige plek waar diepgaand theater is te zien. En dat vinden ze ook daar ongewenst. Ik vind het een groot gemis en eigenlijk wel een schande dat in de tweede stad van Nederland een gezelschap als het OT en in ons geval het OT niet meer kan bestaan. Het verdwijnen van het OT betekent het ontslag voor 22 medewerkers. Wat er met het markante gebouw dat een theaterbestemming heeft gaat gebeuren is niet bekend.